Hallo kijkers van Rampage 90 en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Revelations. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij een hoofdmissie doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk zoals altijd eerst de IO's managen. Want, dat moet ook gebeuren. Jongens, als jullie willen lezen, dan zet het maar op pauze. Zo, daar zijn we nu ook weer doorheen. Even kijken, kunnen we nog mensen upgraden? Nope. Volgens mij hebben ze allemaal geüpgraded al, hè? Volgens mij. Ja, en deze is weg. Ja, we hoeven ze dus niet meer up te graden, want we hebben ze allemaal geüpgraded. Hoe zit het trouwens met dit? Wat is dit? Oh. Bij het bereiken van niveau 15 wordt je schuilplaats beschermd tegen Tempeliers. Oké. Dan moeten ze dus allemaal level 15 worden. Dat is leuk. Maar hoe zit het trouwens met de steden van ons? Dat vind ik op zich ook nog wel veel interessanter. Hoe zit het met de steden? 50%, 50%, 50%. 45%, dus dit moeten wij nog eventjes 5% omhoog gaan gooien. Tenminste, we kunnen het wel 5% omhoog gaan gooien, maar wat nou als we gewoon eentje pakken die veel XP geeft? Dat is voor, denk ik, het simpelste van al die goosjes. Ja, deze gaan het echt niet halen zo. Dus we moeten zoeken eventjes een sterke. Jij. En jij kan het wel, denk ik. Ik vind het zonde om 2 ervoor in te zetten. Even kijken, wie kan het halen? 99%, 100%. Nou, gaan jullie dat maar doen dan. Oké, nou, deze is goed. Jeruzalem, die moet ook nog een beetje worden bijgevuld. Nou, dat is geen probleem. Zoek er gewoon eentje met heel veel XP. Even kijken, die is wel lekker veel XP. Alleen is wel... Hij is niet echt heel lastig, maar... Ja, hij is niet heel erg makkelijk. Even kijken. Als jij dit nou gaat doen... Samen met... Nee, dit halen ze niet. Samen met jij. Kijk, dan hebben we dat ook meteen weer gehad. Lissabon, 50%. Madrid, 30%. Oké, dan moet hier nog wat bij. En hoe gaan we dat doen? Nou, dat is heel simpel. We zoeken gewoon even naar eentje. Lekker moeilijk. Jij en jij. En dan kunnen we nog eentje inhuren. En jij. Oké, succes. Even kijken. Dan hebben we deze stad ook weer gehad. Marseille. Marseille is nog van de Tempeliers. Kunnen we de stad overnemen? Dat vraag ik mij even af. Even kijken. Kan dat? Ja. Wel weinig XP, maar we kunnen het wel. Nou, veel plezier dan. Volgens mij hebben we dan iedereen weggestuurd. Yep. Mooi. Dan hebben we vandaag ook weer, dan hebben we het ook weer gehad vandaag met het managen van de IO's. Dan gaan we nu op weg naar de hoofdmissie. Die hier ergens in de buurt is. Hij is hier 168 meter vandaan. Oké. Nou, zover is het ook weer niet. Ik ben benieuwd wat we ook weer gingen doen. Want de vorige keer moesten we van de hoofdmissies... moesten wij die vloek gaan, van die kist gaan regelen. En daarna zijn wij AIO-missies gaan doen. Maar wat gaan we nu doen? Gaan we nu echt achter die boeken aan? Maar ik bedoel, ik heb wel weer zin in een schattenjacht. Maar... Trouwens, als wij deze aflevering eindigen in Galta, wil ik ook nog eventjes zometeen winkelen. Tenminste, als we daar nog tijd voor over gaan hebben. Oh god. Ik ben ook alweer goed bezig. Edsel, je bent alweer goed bezig. Oké, 66 meter, dat is niet heel ver. Dan is het ergens richting de haven hier. Even kijken. Waar is het? Is dat? Oh, dit is daar. Duiken. Wee! Wel tegen die mast aan springen, maar ja, dan opduiken. Wat een baas. Oké, let's start the mission. Ik ben mute. De Senatal, deel 2. Dat is nog een AIO-missie. Waarom is dat dan een hoofd... Dat maakt niet uit. Een van je sluipmoordenaars heeft meer informatie over de man die de Senatal wordt genoemd. Tijd om af te rekenen met de verrader. Zorg dat je niet wordt ontdekt tijdens het zoeken naar gevangenen. Oké. En dan moeten we denk ik daar naartoe. Tenminste, dat lijkt mij. Hallo, gozer. Waar gaan we dat... Hey. Gozer. Waar gaan... Ja, praten. En de nieuws van de traitor Valley. Je vond hem. Hij vond ons, Minton. Twee van onze broers kidnapped van deze den earlier today. Nu Valley is demanding dat we hand over our property to the Templar. No. Do not negotiate with men who use hostages as leverage. We hunt them down and we eliminate them. Then we should split up and search Galata now. We have little time to waste. Oké. Vind de sluipmoordenaars en bevrijd ze. Oké, ik ga die kant op. Ga jij die andere kant maar op. Want we moesten ons verspreiden.
Konden we trouwens niet erachter komen waar ze zitten? Nou ja, al onze andere AIO's zijn al weg. Dus die kunnen we niet de hele cult laten nakijken. Nou ja. Gelukkig weet mijn kaart toevallig waar het is. Heel toevallig weet mijn kaart waar het is. Of we weten minimaal waar het is. Ik begrijp dat ook niet, maar dat maakt niet uit. Of hij gokt waar het is. Nou, ik kan ook gokken. Ondertussen, ja. Een beetje op daken springen, dat kan ik ook. Dat kunnen we ook heel goed. En falen, dat kunnen we ook heel goed. Dat kan Ezio helemaal. Oké, wat is dit? Oeh, het is een beetje druk hier. Even kijken, wat nou als we hier bovenop springen? Oké, zorg dat je niet ontdekt wordt. Nou, dat is een beetje mislukt. Klein beetje maar. Want ik wist niet dat die gozer er zat. Oké. Hey gozer, hoe gaat het? Gaat het goed? Oké, je hoeft ook niks te zeggen. Oké, even een kistje meenemen. Beetje stille AIO. Mag ook. Of een assessing. Oh, nou kom maar op. We zijn toch al gezien. Kom maar op. Oké, jij gaat eraan. Oké. Oh, dat ging bijna mis. Oké, iemand. Hey, stop eens met het zand gooien. Oké, aanvallen. Ah, oké. En hier lukt. Oké, nou, dat ging goed. Oeh. Gaan ze me zien? Nee. Oké, nou, veel plezier dan. Daar, ik weet niet wat je bewaakt, maar veel plezier daar. Bewakertjes. Zolang jullie mij niet lastigvallen of mij niet in de weg staan, is het helemaal goed. Oké. Oh, hier beneden. Oké. Waar staat hier een bewaker? Daar. Ja, Ezio, dat is ook echt heel goed gedaan. Nou, ga dan zo staan. Hier, zo bereiken we het wel. Oh god. Ontwijken en slaan. Oké, ontwijken en sla. Oh! Oké, ja, zwaard erbij pakken. Stop eens met dat zand gooien, jongens. Oh ja, dat kan ik ook hoor. Oké, jongens, sorry als ik af en toe een beetje stil ben, maar ik zit een beetje op te letten hoe ik vecht. En deze is dood. Oké, en dan hier ondertussen nog. Oké. Nou, Ayo, je bent weer vrij. Was it Bali who did this to you? And don't forget, you have fallen for a ruse. He captured me to draw assassins away from our headquarters. He will be on his way there now. Oké, dan moeten we ons echt haasten. Zoek de senator bij het hoofdkwartier van slaapmoordenaars. Oké, dat is ook echt. Daar andere kant er. Oké, dat is echt die kant dan. Want ik wil mijn hoofdkwartier even niet kwijtraken als het kan. Even kijken, hoe komen we daar zo snel mogelijk? We moeten over deze muur heen, dat wordt wel. Oké. Kom op, rennen. Hij mag de hoofdkwartier niet eerder bereiken dan ik. Of dan wij. Oké, hier langs. Ezio, ga niet in hiding. Ga gewoon even daar langs. Oké, 200... Heel wat meter nog. Het is wel lekker spannende muziek, dat vind ik leuk. Oké, ja. Hernout, we kopen je later wel om. Of niet, dat maakt op zich ook niet heel veel uit. Ja, als we lekker bij de hoofdkwartier... De missie eindigen. Dan kunnen we nog gaan winkelen. Heel simpel, want vanaf daar gaat ook de winkelroute van ons. Dus ja, dat zou mooi zijn. Oké. Spring. Goed zo. Hier omhoog. En nee, niet in het hooi, Ezio. Ik wou net zeggen, niet in het hooi, maar dan gaat hij automatisch in het hooi. Moet je niet doen, Ezio. Gewoon hier omheen. Hier langs.
Ik hoef nog niet iets te zeggen. Let's do it, doe het toch. Game laat even je kaart, dank je. 41 meter. Oké, we komen via het dak, dan kunnen we het een beetje zien. Oké, we zijn er bijna. Ik kom eraan zetten hoor. Jongens, ik kom jullie helpen. Oh, we moeten daar naartoe. Oké. You are a canny soldier, Ezio. But you alone are not enough to save this city. Oh nee? En allemaal IO's bij me dan. I will follow from the rooftops. Oké. Achtervolg de Senatol. Kom hier, Senatol. Jij gaat er een beetje aan. Klein beetje maar hoor. Het zal maar heel even pijn doen. God, hij is wel snel. Hij is wel snel. De vorige keer was hij ook al zo snel. Of is hij vorige keer wel een tijdje geleden. Blijf hier, Senatol. Goed zo, Ayo. Goed gedaan. Once your creed was as vital to me as air and water. But when the Turks marched into Wallachia and you assassins did nothing to stop it, how could I continue to believe? If a man's philosophy does not let him protect his people, his home, and his family, what good can it do for the world? Peace be with you. Oké, okay. Goed gedaan, Ayo. Jij bent geen Ayo. 50. Oh ja, we zijn ontdekt, jammer. Maar ja. Ach, maakt niet zoveel uit. Wee. Herinnering gesynchroniseerd. Sequentie 3 voltooid. Yay! En iemand is gepromoveerd tot meester van Galta. Dat is leuk. Dat is altijd leuk dat ze gepromoveerd raken. Claudia, I am now in possession of one of the Masyaf keys. And better still, I have discovered a map. Encoded with signs and symbols. Which I believe will lead me to the remaining keys. Its full meaning is a mystery to me, but I am thankful to have met a Venetian woman willing to help me decipher it. I must not overstate my successes. The Templars still hold one key hostage, and if I am to recover it, I may need more help than the assassins can provide. If I can make a friend in the Ottoman court, my access to the secrets of this city will improve greatly. Nou, dat klinkt dan als een plan. Maar hoe maken we vrienden met dit Ottomaanse gerechtshof geval gebeuren? Heeft Ezio waarschijnlijk wel een idee voor. Sequentie 4, een smerige oorlog. Want ze gooien met pindasaus en ketchup? Of? Nou ja, maakt niet uit. Nieuwe voorwerpen vrijgespeeld in de smederijen. Nieuwe voorwerpen vrijgespeeld in de kleermakerijen. Oké. Okay. Is hier toevallig een fast travel punt in de buurt? Zo ja, dan kunnen we nog gaan winkelen vandaag. Oh jawel, er is hier inderdaad nog wel een fast travel punt in de buurt. Zijn er nog meer dingen bijgekomen? Nee. Oké. Okay. Ik wou op hem springen, maar dat werkte niet. Oké, okay, dan maar zo. En dat was niet op die manier bedoeld, maar dat maakt niet uit. We hebben het toch op die manier gedaan. Oké, okay, doorlopen. En naar binnen. Ja, breng mij maar naar het hoofdkwartier. De schuilplaats, ja, is ook goed. En dan zijn we weer oneindigheid. Yay. Oh, wat we nu wel kunnen doen, dat bedenk ik me nu opeens. We kunnen nu de kruisboog kopen. Want als je kijkt naar ons geld, hebben we bijna 60.000 aalders. Dat maar even aalders noemen. Ik weet niet hoe het echt heet. Nou ja, hebben we bijna 60.000 aalders. En die kruisboog, die kostte maar... hoeveel kostte die? Een paar duizend. Volgens mij. Niet zo heel veel. 18.000. Volgens mij. 18.000 nog wat. Nou ja, we komen er zo wel achter. In ieder geval, we gaan eerst even hier langs de smid. Want daar verkopen ze dus die kruisboog en al die wapens. Oké, okay, repareren. Geen reparatie vereist. Oké, okay, panzer. Leren, beenplaten. Oké. Okay. Is goed. Equip die hem dan ook meteen? Of
Dat weet ik nou weer net niet. Dit kunnen we kopen. Plus 2 snelheid. Nou, dat is allemaal heel mooi. Wat is dit? Plus 1 schade. Dat is altijd ook heel mooi. En dit is... zware wapens. Oké, koop maar. En deze... Frans langzwaard. Gewoon ook duur. Ik vind het allemaal dure wapens. Even kijken hoe zit dit allemaal in elkaar. Ja, dat zit wel goed. Kleine wapens, Arabische dolk. Ah, we houden wel genoeg geld over voor die kruisboog. Kijk maar, die gaan we nu kopen. Nou, oké. Mooi, dan is die kruisboog ook in ons bezit. Munitie, dat moet zeker bijgevuld worden. En deze vullen. Oké, onderdelen hebben we niet nodig. Oké, dan hebben we zeg maar alles verkocht. Wapenvrij gespeeld in Ezio's Hubblepub. Ik moet zo meteen trouwens... Ik ga trouwens even het hoofdkwartier in, want... mijn supercoole sterke panzer heeft Ezio... Ezio heeft zijn supercoole sterke panzer uitgedaan. Oh, Marcella wordt nu beheerst door de sluipmoordenaars. Jee, dat is leuk. Dat is leuk. Maar wij gaan even dat panzer ophalen, want de panzer was heel sterk. En Ezio denkt ervan, ja, laten we hem weggooien. Een van je sluipmoordenaars kan nu toegewezen worden. Ja, dat gaat niet meer, want iedereen is al toegewezen. Oké, wat is een heel sterk ding? Waar is dat hele sterke ding? Is dit hem? Kijk, interactie. Kijk, is deze sterker? Yep. Yep, deze is veel sterker. En zo hoort het ook. We moeten natuurlijk het sterkste panzer hebben. Anders komt het niet goed. Zoveel mogelijk kunnen verdedigen. Ik zie trouwens dat we over de tijd heen zijn. Maar weet je, we zijn nu toch aan het winkelen. Laat ik trouwens... God, dat kan niet hier. Ik was zeggen, laat ik even de werpmesjes selecteren. Maar dat gaat niet. Tenminste niet op deze locatie. Dan moet ik even naar buiten. Kijk, en nu kan ik de werpmesjes wel selecteren. Oké. En dan gaan we nu naar de volgende winkel. En de volgende winkel is waarschijnlijk volgens mij de bank. En dan krijgen we waarschijnlijk 5000 erbij. Of iets minder, ik weet niet. We zien wel. Even kijken, hoeveel krijgen we erbij? Geld opnemen, 5000. 5000 aalders. Nou, dat vind ik allemaal heel mooi. Hoe zit het trouwens met die bommen? Kunnen we hier nog bommen bij maken? Daar hebben we nog niet genoeg voor. Oké. Nou, dat is dan heel jammer, maar ja. Ah, ik werk toch niet zoveel met die bommen. Dus het maakt op zich ook niet heel veel uit. Nou, ik kan hier wel bomonderdelen krijgen. Laat eens loszetten, goed zo. Ik kan hier wel bomonderdelen krijgen. Kijk, maar dat kan zo. Kijk, en nu hebben we allemaal buskruid gekregen. Kijk, en nu kunnen wij, zeg maar, even kijken. We kunnen terug. En als de buskruid nodig was, dan kunnen we dit maken. Maar dat kan niet. Dus waarschijnlijk hebben we een heel ander ding nodig. En ik gok dat we een contactbehuizing nodig hebben. Maar ja, daar ga ik niet achteraan. Als we hem toevallig tegenkomen, neem ik hem wel mee. Oké, nou, interactie. Medicijnen. Yep, vullen. Goed zo. Snelwerkend gif. Vullen. Oké. Onderdelen hoef ik niet te kopen. Waarschijnlijk kom ik wel weer terug hoor. Want een dokter heb ik altijd wel nodig voor meer medicijnen. Want Ezio faalt nogal af en toe. Oké, en hoe zit het hier? Oh ja, hier kunnen we die schatkaart kopen. Maar ja, omdat het gebied nog niet beschikbaar is... Wat is dit? Pagina's uit de biografie van... God, dat is wel een duur ding. Nou ja, dat doen we allemaal dan wel. Als we alle gebieden in kunnen. Dat doen we dan wel. Maar ja, ik neem aan dat het ene gebied geopend wordt met een missie. Dus ja, dan doen we dat dan met een missie. Oké, in ieder geval kan ik met een beetje nog dingen kopen. Ja, maar dat is... God, we komen weer niet helemaal uit qua geld. Wat is dit? Klerenverven, ja, dat doe ik niet aan. Parachute, weet ik niet of ik bij moet kopen. Nee. Even kijken, wat is dan handiger? Een normale parachutetas? Een normale pijlkoker? Verbeterde messenriem? Ik denk deze... Oh, en dan kunnen we alleen nog maar die parachutetas kopen. Oké. Oké. Nou. Dat was leuk. Nou. Dan hebben we dus nog één ding die we nog niet gekocht hebben. Maar ja, dat maakt op zich ook niet heel veel uit. We hebben... Oké, kom maar hier. En nee, ik ga niet met een wapen gooien. Maar kijk. We hebben wel nu een zwaar wapen. Dat is wel leuk.
Die moves die ermee gebeuren. Oké, okay, kom erop. De moves die ermee gebeuren vind ik zo mooi hier. Hop, bam. Hé, hey, gozer. Hoe gaat het met jou? Hier, vangen. Dag. Goed zo. Ah, oké. Okay. En laten we eventjes hier vandaan gaan. Nou, jullie hebben wel een langere aflevering vandaag. Maar ja, wat maakt het uit? Nou ja, in ieder geval, jongens. Ik denk dat het weer een mooie tijd is om de aflevering af te gaan sluiten. De volgende keer weet ik niet wat we gaan doen. Daar komen we de volgende keer wel achter. Waarschijnlijk gaan we kijken of we... Gaan we een zijmissie doen? Of gaan we een hoofdmissie doen? Komen we morgen wel achter, want voor nu ga ik zeggen. Kijk eens waar je duimpje omhoog. Wat je mij mee? Helpt het kanaal mee? Abonneer als je het nog niet is geabonneerd. Wat wil je mij eens zeggen dat het is? Doei!